hoop het ook niet hoor. Ja, ik weet zeker niet. Sparta kampioen, ga je dat nog meemaken denk ik? Oh, kijk, dat is al leuk. Sparta kampioen? Ja. Ik heb het al eens een keer meegemaakt. Ja, oké, okay, maar nu? En Feyenoord? Feyenoord nou, kampioen? Waarom niet? Ik bedoel, laatst van mijn kom, weet je wel. Ja, ze gaan steeds beter voetballen. Ja, maar die pastoor is ook gewoon een nuchtere man. Absoluut man, en die weet van wie hij bezig is en ze gaan gewoon steeds... Want ja, je kan wel op geen moment ja, elf gasten neerzetten, maar meer, het moet op een gegeven moment toch gaan draaien. Het is beter dan William Vloed bijvoorbeeld, dat is toch een... Ja, oké, okay, ja. Die was ook wel een harde werker, maar oké, okay, ja, die deed helemaal alleen maar zaken met één voetbalmaker. Die beenjakker die missen wel hoor. Die beenjakker. Ja, dat is een goeie. Ja, oké. Okay. Dus oké. Okay. Die hebben zijn tijd ook wel gehad. Ik bedoel. Maar dat zeggen ze over jou toch ook niet? Als hij nog wil, als hij nog ambitie heeft. Ah, nee, als hij nog om bent, maar hij volgens mij geen ambitie. Die is te vaak weggepest. Hij op, ja. Met 3 miljoen in zijn knip. Ja, dus dan laat ik hem ook lekker weg. Ja. Toch? Ik kan hem ook wegsturen. Je beenhakken? Ja, tuurlijk man. Die is overal met de gouden hand ook weg. Ik kan hem ook wegsturen. Maar het is ongelooflijk dat beenhakken nog steeds de laatste trainer is die Feyenoord kampioen heeft gemaakt. Ja, oké. Daardoor verdient hij onderhand de plaats in het Feyenoord Museum. Ja. Inderdaad, dat hij als hij doodgaat, dat hij opgezet wordt. Maak ze van hem een standbeeld. Ja. Nee, maar oké, dat is waar. Ja. Ja, het is al lang geleden. Maar ja, bij Feyenoord roepen ze het ook ieder jaar. Ja, nou worden we kampioen. Dit jaar toch ook weer. Ja, ja, nou je ziet het. Nou ja, het ergste is dat iedereen het Feyenoord nu gunt, maar om de verkeerde redenen. Omdat het zo lang niet gebeurd is. Ja, oké, okay, maar goed. Maar het zou wel mooi zijn. Nee, maar kijk. Oké, ze zijn om van start gegaan, Feyenoord. Maar ja, kijk, hoe langer je ongeslagen blijft, hoe groter de kans dat je natuurlijk een keer tegen de lamp loopt, weet je wel. En ja, toch zo weer symbolisch dat het nou net tegen de onderste moest zijn. De bovenste tegen de onderste, maar dat vind ik toch wel mooi. Ja. Toch? En dit Go Ahead had de puntjes hard nodig. Dat is een van haar hele grote... Zo, Feyenoord te missen. Ja, ach ja. Moet toch wel een beetje grillen. Ik denk dat Van Gaal nog wel een keertje terugkomt. Dus ondanks dat hij... Nou... Ja, maar die kan dat niet aan. Niks doen. Bij Sparta. Waarom? Heb je toch gevoetbald? Ja, heb hij ooit gevoetbald, ja. Maar ik bedoel, heeft hij natuurlijk nooit coach geweest. Nee, joh, die pastoorsman, we willen helemaal geen ander man. We zijn eindelijk... Die gozer is goed, man. Ja, wat met AZ en Twente is gebeurd, je weet het niet. En ook bij, wat bij AZ is gebeurd, dat kwam omdat hij een conflict had met die Ernie Stewart, die daar toen zat. Toch? Ja, maar dat ze zo goed zijn gespeeld en kampioen werden, dat bedoel ik. Ja, dat komt niet door hem. Dat komt niet door AZ. Nee. Maar er is hij weggegaan omdat ze daar conflict hadden. Omdat die gozer heeft zijn eigen plan trekken. Nee, dat wel, maar het scenario zou mooi zijn. Ja, okay. Nou, ik vind het mooi dat die Pastoors de trainer was van Excelsior. Toen die, in die wedstrijd dat Sparta degradeerde, was hij de trainer van Excelsior. En nou heeft hij ons teruggebracht in de... Dus dat is ook een soort van poëtische gerechtigheid dan. Een soort dat rijmt dan, weet je wel. Dus wat dat betreft. En het is ook een verstandige gozer. Ik heb hem een paar keer kort met hem gebabbeld, maar verstandig. Maar wie wordt er nou eigenlijk kampioen, jongens? Ja, ik zeg Feyenoord, maar dat is logisch. Ik hoop dat het... Ajax? Nou, Ajax is natuurlijk, staat nummer 2 bij hem. Hoeveel staan ze nog 2 puntjes achter? Ja, maar dat wil ik jou niet horen zeggen, dat Ajax kampioen wordt. Nou ja, maar ondertussen, want ja, nee, Ajax, lalalala, maar ondertussen, ze hebben weer niet van Ajax kunnen winnen, Feyenoord. En ze waren weer puntjes. Ja, ze waren weer, ja, oké, okay, ja. Maar ja, ze waren ook blij met die 1-1, joh. Ik zie het wel gebeuren weer, hoor. Toch kampioen geworden? Ja, die vangt hem nou, ook, ik, ja, moet je luisteren. Ik hoop het voor ze, maar... Wat zei je? Ik vrees dat ze inderdaad weer met een midlife crisis te maken krijgen. Rond de winterstop.
De boer heeft het wel slim gedaan. En dan kijk maar hoe je dan weer uit de startblokken komt, weet je wel. Ja. Nee, de boer heeft het slim gedaan, hè. Ze wilde hem een contract geven voor 1 jaar. Hij zegt, nee, ik wilde voor 3. Want hij wist natuurlijk, hij zegt erbij ook al. Hij zegt, hier word ik wel een keertje ontslagen. Dus die neemt nou 3 jaar mee. Ja, tuurlijk. Maar ja, of hij het nou leuk vindt, want ja... Dus ja, maar, daar moet je wel een goede trainer van, hoor. Dat soort situaties. Ja, oké. Okay. Maar ja, die de boer die zie ik toch niet meer aan de bak komen.